Dekker, dit is hem dan, hè? Een gouden medaille. Ja, dat is hem. Hier heb ik zo lang naartoe gewerkt en nu heb ik hem. Maar eerder deze week had niemand kunnen denken dat jij hier vanavond stond als wereldkampioene 50 meter vlinderslag. En waarom zouden ze dat gedacht hebben? Ja, er was ook niet zo heel veel reden toe. De 100 ging niet zoals gepland. Maar ja, ik wist dat de 50, is een ander nummer. En ja, dan wist ik dat het iets anders zou worden. Maar om dat te winnen, dat is wel helemaal te gek. Bovendien, Therese Alshammer was de huizenhoge favoriete. Ze is de wereldrecordhoudster. En juist vandaag lukte dat niet bij haar. Nee, maar goed. Het moet allemaal maar net even op zijn plek vallen. Op zijn 50 is natuurlijk heel kort. En ja, ik heb het zelf niet gezien, maar ik hoorde dat zij een hele slechte finish had. En ik kwam precies goed uit. En ja, dat maakt dan het verschil in zo'n 50. Kan je je gevoel beschrijven als je dan naar het scorebord kijkt? Ja, nou, ik was eerst heel verbaasd. En ik was heel erg verrast dat ik gewonnen had. Maar ja, dat maakt dan meteen plaats voor dat je zo blij bent in één keer. En dat ben ik nu nog steeds. Ik kan het eigenlijk nog niet zo goed geloven. Want elke keer moet ik mezelf alweer aan herinneren van ja, ik heb gewoon net gewonnen. Dus ik ben echt heel blij. Michael Phelps heeft altijd gezegd, niets is onmogelijk. Nou, het is weer waar geworden, hè? Ja, nee, dat is zeker waar. En als je maar lang genoeg wacht, dan komt het vanzelf. Nou, vanzelf. Ja. Je had zojuist een gesprek met de minister-president. Ja. Wat vertelde hij aan jou? Ja, dat hij het helemaal te gek vond dat ik gewonnen had. En ook nog even over Sharon, dat ik haar moest feliciteren. En dat ik iedereen de groetjes moest doen. Dat is heel grappig. Alleen, het was een beetje jammer, want hij is natuurlijk helemaal in Nederland, denk ik. En dit is wel lastig verstaan over de telefoon. Maar ja, ik voelde me wel helemaal vereerd dat ik met hem even mag praten. Dat is wel, ja, dat is wel heel leuk. Even de mooiste dag van je leven vandaag. Dus nu op naar Londen. Ja, zeker op naar Londen, ja. Ook, ja, al is het geen 50 vlinder, maar dan toch de 100, hè? Ja, nee, dan de 100. En daar heb ik ook hartstikke veel zin in. Daar staan ze dan. De trotse winnares van brons op de 200 meter rugslag. En de minstens even trotse coach Jaco Verharen. Sharon, even in het kort het verhaal van je 200 meter rugslag. Ja, ik kon de derde 50 gewoon echt aanzetten en de vierde 50 kon ik het volhouden. En ik had gelukkig een goede finish. Want die finish die was cruciaal. Je was een paar honderdste eerder. Gaat zoiets vanzelf? Nee, maar ik zag dat ik bij de vlaggetjes goed uitkwam. Ja, toen dacht ik uitstrekken, want dat hadden we heel vaak in de training geoefend. En op dat moment dacht ik echt, oh, dat moet ik doen. En dat deed ik ook. Echt waar, dat uitstrekken. Hoe vaak oefen je zoiets tijdens de training, Jaco Verharen? Nou, in het seizoen valt het wel mee. Maar we hadden kort voor vertrek, toen we naar Nanjing gingen voor het voorbereidende trainingskamp, hadden we nog een videoopnamesessie. Waarin we specifiek op finishes geoefend hebben. Met die wetenschap zijn we hier naartoe gegaan. Dat kan echt beter. Je kan je echt beter uitstrekken, beter blijven liggen. Niet naar beneden duiken, maar echt naar achter. En dat heeft wel geholpen. Nou, de rest van de 200 meter natuurlijk ook. Want eigenlijk zwem je wel een best bijzondere 200 meter. Weggaan in 1-3 en nog een beetje. En terugkomen in 1-4 en nog een beetje. Is dat ook een beetje het geheim van jouw race? Ja, ik moet het gewoon echt vlak zwemmen. Want als ik te hard wegga, dan heb ik die laatste baan niet meer waar ik normaal het sterkst op ben, zeg maar. Dus ja, het moet gewoon vlak zijn. Vanmiddag werd er ook aan je gevraagd of je zo'n race alleen zou kunnen zwemmen. Toen zei je... Nee, ik moet echt de anderen zien. Dat geeft me echt wel een kick, zeg maar. Precies, een echt racebeest dus. Ja. Hey, de toekomst, rugslag of nog meer? Ja, dat weet ik niet. Eerst maar rugslag en dan de rest, dat zien we wel. En wat zegt de coach dan? Nou ja, de rugslag gaat voorlopig het beste. Maar volgens mij kan ze ook nog steeds uitstekend vrije slag zwemmen. Als je een persoonlijk record hebt van 2-7 op 200 rug. Dan kan je echt nog wel een heel stuk harder ook op de vrije slag. Vlinderslag kan ze goed. Wissel een tijdje niet gedaan, maar dat zou ook nog kunnen. Dus een allrounder. We kunnen nog alle kanten op, maar voorlopig is het rug.